Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 13 juli. Ik ben klaargemaakt. Leuk dat je meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Nou ja, gisteren had ik dus een hele gezellige middag. Was echt heel geslaagd even in dat centrum. Ik heb alles kunnen doen wat ik moest doen. Dus dat was gewoon heel fijn. Ondanks dat het wel warm was. Maar het was fijn dat de zon wat weg was. Nu is de zon wel volledig aanwezig. Dus ik hou de boel wel lekker dicht. Ik moet zo eerst nog eventjes een video opnemen, want dat was ik helemaal vergeten. Ik weet niet wanneer ik het anders moet doen, dus dat ga ik eerst zo even doen. Dan ga ik daarna even poetsen en dan ga ik daarna eventjes nog wat dingen schrijven voor mijn mus. En ik moet ook nog even een kaartje schrijven. Nou, ik heb gisteravond lekker gegeten. Toen ben ik, er alles van gaan kijken. Na de B&B Vol Liefde was ook wel weer heel leuk. Toen ben ik de vlog verder in elkaar gaan zetten. Ik heb mijn foto's bewerkt. Toen was het tijd voor mijn Netflix-serie, wat ook weer echt heerlijk was. Super spannend. Elke keer een spannend einde. Dus dan ben ik alweer blij dat ik verder kan gaan kijken vandaag. En lekker flikken. En dat wordt ook steeds spannender. Dus nou ja, ik ga dus zo eerst even die video opnemen. Dan ga ik hier eventjes de boel doen. En ik moet dus even een kaart schrijven. Dat zal ik zometeen even uitleggen als ik dat ga doen. En ik wil dus even wat verhaaltjes schrijven voor mijn mus, zodat ik helemaal weer bij ben. Dus dat is voor nu even de planning. Maar ik ga eerst even zitten voor die video. Dan is dat klaar. Dus ik ga jullie straks gewoon in ieder geval meenemen. Maar eerst even zorgen dat die video erop staat. Want anders weet ik even allemaal niet hoe ik het moet gaan regelen. Ik heb gisteren even een kaart gekocht voor mijn opa, die is volgende week jarig en dat is deze. Ik heb hem bij de Libra gekocht en als je hem open doet zitten er hele mooie bloemen in. Dat is wel heel mooi, dus ik ga hem op de achterkant nu even schrijven. Dan geef ik hem morgen aan mijn moeder mee, want die gaat er volgende week heen. Dus dan kan ze een mooie geven. Dus ja, nou, ik vond het wel een hele mooie kaart zo. Ik gaf de katten net eten en dat zakje was al open. Dus die haalde ik open uit de doos. Dat was wel heel ranzig, want ik heb nu het gevoel dat alles heel erg plakt en vies is. Dus dat was eventjes wat minder. Maar goed, ja, het is even wat het is. Voor nu in ieder geval hebben ze weer te eten. Dus dat is in ieder geval wel top. Nou, heerlijk, weer klaar. Ik heb de bol hier gedaan. De kussentjes zitten weer op de stoelen. Helaas was er eentje niet schoon geworden, dus die moet ik even opnieuw wassen. Ik heb de video zelfs op kunnen nemen die opgenomen moest worden. Hier gewoon even alles lekker goed gedaan. Toen even de kaart geschreven en even nog een verhaaltje voor mijn Mus Bullet Journal. Daar heb ik nog wat dingetjes bij uitgezocht. Dus op zich wel lekker, maar ik had het wel heel warm. Het zweet droop echt van mijn gezicht. Ik heb ook echt het gevoel dat ik nu nog heel erg zweet. Ik vind deze lipstickkleur trouwens wel heel mooi, is van Essence. Cool Plumping Lipstick in de kleur nummer 4 is dit. En verder was het allemaal eigenlijk wel heel fijn. Dus alles is weer lekker gedaan. Dus ik heb wel kunnen doen wat ik wilde. Nu ga ik zometeen nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen. Daar heb ik wel heel veel zin in. Al is het met dit weer natuurlijk niet echt dat het verfrist je voor even. Maar goed, het is altijd wel fijn.
Nou ja, dan ga ik vanavond gewoon weer, ik weet er alles van, in de BNB Vol Liefde kijken, want dat is er gewoon de hele week. Ik ga mijn blogpost schrijven, ik moet nog een thumbnail maken voor de vlog, die moet nog ingepland worden. Probeer de laptop nog een beetje op te ruimen, ik ga mijn Netflix serietje kijken en flikken. Dus verder ook niks spannends op de planning of zo, maar gewoon wel even lekker basic. Dus ja, en dan morgen weer op tijd op, want dan komt mijn moeder gezellig, dus... dat is voor nu even de planning. Dus ik ga even wat drinken, want ik drink weer veel te weinig. En dan ga ik jullie ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen wat ik kan laten zien. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede morgen op deze donderdag. Het is 14 juli. Ik ben klaargemaakt. Ik heb alleen nog niks op mijn lippen. Maar mijn moeder die komt zo meteen. Die is nu hierheen aan het lopen. Dus ik haal zo even de stofzuiger er doorheen. En doe even de kattenbakken scheppen. Dan is het netjes als zij komt. Ik heb gisteravond, ik weet er alles van gekeken, daarna de BNB Vol Liefde, wat wel weer heel leuk was. Alleen ik snap nu al niet waarom één persoon zich opgegeven heeft. Ik voel me zo ongemakkelijk als ik haar zie. We zijn nu 3 afleveringen op weg. De eerste persoon is al weggestuurd. En het is zo ongemakkelijk als je haar ziet. Ik vind haar ook niet echt leuk. Heel Twitter is daar ook al op losgegaan. Dus ik ben niet de enige. Maar ik snap weliswaar echt niet waarom zij zich heeft opgegeven. Maar goed, het zal aan mij liggen. Daarna heb ik even Tropenjaren gekeken. Dat heb ik toenertijd opgenomen, maar eigenlijk nog nooit teruggekeken. Dus ik heb dat nu eens even teruggekeken. Dat was wel heel erg leuk. Nou ja, ik ga dus zo even stofzuigen en even de bakken scheppen. En dan komt mijn moeder zo. En ik neem jullie vandaag sowieso gewoon mee. Dus ja, dat ga ik eventjes doen. En dan zie ik jullie sowieso later wel. Oh ja, ik heb natuurlijk ook nog mijn blogpost geschreven en de vlog ingepland, thumbnailtje gemaakt, mijn Netflix-serie gekeken die weer spannend was en daarna flikken. Dus dat was ook weer spannend. Volgens mij heb ik vanavond de laatste aflevering van seizoen 8, dus ik ben heel benieuwd. Maar goed, ik ga nu eventjes wat doen en dan ja, zien jullie me later wel weer even terug. Gefilmd. Jazeker. Nou. Wil jij beginnen dan? Ja, als ik weet hoe ik beginnen moet, dan ja, oké. Okay. Maar de bedoeling is dat je deze stapel leeg gaat spelen. Ja, maar er staat verder niks op. Oh, nee, maar dit was die skip-overs. Oh. Maar wat mag ik uit mijn hand nou vrij spelen? Alles wat je weg kan leggen. Dus heb jij nu bijvoorbeeld een 1 in je hand, kan je die neerleggen. Maar je kan, ook met de skibbelkaart beginnen. Die kan je ook als 1 gebruiken. Ja, maar je mag 1 kaart per keer wegleggen. Nee, je mag alles wegleggen uit je hand wat je kwijt kan. Hè? Stel jij hebt de cijfers 1, 2, 3, 4, 5 in je hand. Dan kan je een stapeltje maken. Dan tel je die hier op tot 5. En dan pak je 5 nieuwe kaarten. Nou, joh. Dat... Zal ik dan beginnen? Begin, maar ik weet het niet. Nou, kijk. Ik heb wel een eentje. Ja. Dan kan ik deze pakken. Want ik heb een skibbelkaart. En dat maak je dan een? Dat is dan een 2. Nou, dan kan ik hier een 3 van maken. Kijk, en nu loop ik vast. 4, 5. Dan heb ik 1 kaart, die moet ik wegleggen. Ja. En dan mag ik zometeen de volgende keer, als jij bent geweest, mag ik 4 nieuwe kaarten kopen. Van de pax. Van deze stapel pak ik dan 4 nieuwe kaarten. Ik dacht dat het heel anders ging, maar goed. Want nou moet ik eigenlijk hier een 6 op gooien. Nee, jij mag ook een nieuw rijtje maken. We mogen 4 rijtjes tot 12. Dus jij mag hier ook nog 1, 2 wat je kwijt kan neerleggen. Dus net wat je. Het is, dat mag niet. Je moet wel van 1 tot 12. Je mag niet terugtellen. 11, 12? Nee, dat mag niet. Je moet je vanaf hier, vanaf de 5, moet je naar de 12. Je mag niet beginnen met de 12. Oh. Nou, 6. En dan die weg. Nou, ik mag 4 nieuwe kaarten kopen. Ik dan 1. Straks. Kijk, ik heb een 2 bovenop liggen. Deze mag je gelijk omdraaien hoor. Oh ja. Oh ja, 6. Ik maak nu een nieuwe stapel, want ik heb hier een 2'tje liggen. Ah ja. Hier al, ja, hier een 3. Oh, ja, ik heb goed geschud, zie ik al wel. 6.
even gezellig met mama aan de wandel, hè? Ja, we gaan even wat leuke cadeautjes kopen. Ja. Voor onze lieve lente. Kleine lente. Hopen dat we slagen. Ja, daar gaan we vanuit. Ja, ik denk het ook wel. We gaan gewoon ons best doen. Ja. En ik ga ook even kijken voor een e-reader. Dus ja, dat gaan we nu mooi even doen. Dus we gaan even lekker lopen. Het is goed weer. Ja, we kunnen niet hier met de auto. Hè? Nee, sowieso niet. Maar het is wel goed. Het is wel goed loopweer. Ja. We hebben ook al even geboord. Vond je ook wel leuk, hè? Dat was wel grappig, ja. Je loopt een paar keer. Eerst ging het niet zo, later had je ineens. Plachten erin. Maar dat hebben we vaker met spelletjes. Dat was misschien wel leuk, ja. Dus dat scheelt ook. Dus wij gaan even lekker lopen. En ja, we kunnen niet laten zien wat we hebben gekocht. Nee. Maar ik kan het wel eventjes filmen. Dan zal ik het later in de vlog plakken als het zover is. Dus dat gaan wij nu eventjes doen. Ja. Tot later. Doeg. Oké, wij hebben dingen gekocht voor lente. Deze gaat oma geven, hè? Deze heb je voor oma. Dat is voor al van oma. Voor, zijn zeg maar een broodje. En dan kun je dan tomaatjes op plakken, een eitje. Is dit een worstje of een croissantje? Een worstje, denk ik. Een stukje kaas kan je erop plakken. En deze, een pannenstukje. Met... Ik vind dat doekje ook schattig, hè? Die erin zit. Ja, heel leuk. Een spateltje. Een garde. Nou, pannendeksel. Oh, jawel, zitten er wel meerdere pannetjes bij. Dit zijn kookpannetjes. Oh ja, nou leuk. En deze heeft ze gekocht voor bij haar als lente kan zwemmen. En deze was echt super leuk met dolfijntjes. En ik vind die roesjes heel erg leuk. Ik ben ook geslaagd voor lente, maar ik maak daar nog een aparte video op zoekblok van. Dus dat laat ik dan even zien. Ja, dit hebben we heel leuk. Schattig. Ja, geslaagd voor die kleine drol. Ja. Nee, ik vond deze wel heel leuk. God, ik hoop niet dat er ook een ding is. Ja. Echt voor die kleintjes doen we dat ook. Nee, wel echt heel leuk zo. Dus deze, deze twee zijn voor haar verjaardag. En deze kan ze er gewoon bij jou aan. Ja. In het zwembad. Gewoon voor de Nee, het hebben. Nee, gewoon voor als ze dan gaat zwemmen. Ja, dat ze dan eventjes lekker een badbakje aankomt. Dus ja. Dat hebben we eventjes voor lente gekocht. Nou, mijn moeder is inmiddels weer naar huis toe. We hebben het echt heel erg gezellig gehad. Ik ben een beetje verdrietig, want ik vind het altijd allemaal jammer dat zo'n dag zo snel gaat. Je hebt heel veel gedaan. Maar ja, ze wilde graag ook de trein van 5:30 hebben. Dan moest ze nu ook wel gaan lopen. Mijn moeder had nog even kattenvoer meegenomen en een lampje voor mij, want die was ik vergeten te kopen. En ik had dus een lampje kapot en er moest een kaarslampje in. En die zou ik eigenlijk dinsdag kopen bij de Action en daar heb ik niet meer aan gedacht. Er zat even kattenvoer meegenomen, want mijn moeder kan niet heel ver lopen. Doordat haar been gebroken is, wil ze niet te ver lopen. En dat is gewoon echt buiten het centrum. Maar ik kreeg nog deze wasbarels van mijn moeder, de blauwe. Die ruikt ook echt super lekker. Hij is ook heel fris. Die vind ik ook echt heel erg lekker. Ik had de blauwe nog nooit geprobeerd, maar dit is de Laundry Granules, dus heel lekker. En ik heb een nieuwe e-reader gekocht. Ik heb de Kobo Libra 2 gekocht. Het is weer een nieuwere variant als die ik had. Deze heeft een 7-inch HDI Ink Karta scherm. Deze is ook nog eens waterproof en deze kan ook audioboeken. We hadden hem al even bekeken al. Ik had deze gezien. Deze was nu bij de expert in de aanbieding. Je had zwart en wit en ik heb een zwarte gekozen. Ik wil even een screen protector bestellen. Zit op mijn oude ook. En ik vind dat toch wel fijn. Deze gaat aan de achterkant aan. En de bladzijde sla je om hier aan de zijkant. Hij is ietsjes kleiner. Ik had hier mijn oude nog liggen. Kijk, het formaat is ietsjes. Het scheelt heel ietsjes. Dit was een HD. Deze hebben ze gewoon niet in HD, maar deze is ook wel vrij groot. En je had er nog wel eentje, maar die was gelijk nog duurder. En ik vond deze prima. Deze was nu dus in de uitverkoop. En ik heb daar ook een Kobo Bushi bij gedaan. Het is zo'n sleepkoffer. En je had deze verschillende kleuren. Ik heb een zwart gedaan. Ik had thuis al even gecheckt of die op voorraad was. Er staat tegenwoordig ook Kobo Rakuta op. Dus dat is deze. Maar deze die kun je dus ook zo... in allerlei bochten wringen en hem dan zo neerzetten zodat je kan lezen. Dus nu zeg maar, zit hij in leeshouding. En je kunt er dan zo aanklikken en dan zit hier een opening voor de aanknop. Deze ging aan de bovenkant aan.
En bij deze e-reader zat uiteraard ook een snoertje. Die is wel iets beter als mijn oude, want die connecten niet echt lekker meer. Ook wat langer heb ik het idee, dus nou, dat is helemaal top. Ik ga eventjes bij bol.com kijken of ze een screen protector hebben. Dat zou wel heel fijn zijn. Ja, ik vind dat zelf toch wel heel fijn als er een screen protector op zit. Maar we waren in de winkel. En mijn moeder zegt, ja, is dat eigen merk? Ik dacht, nee, Kobo is wel een bekend merk. Dus die man die hoorde ons en zei, ja, heb je het over Kobo? Ik zeg, ja. Nee, zegt die man, dat is een heel bekend merk en zo. Dat is wel grappig. Oh, zegt moeder, ja, ik heb het geen stof. En toen kwam die aan. Ik zei, ja, ik wil graag de zwarte. Ik zeg, ja, volgens de website had je hem op voorraad. Zei, ja, maar dat klopt altijd. En toen kwam die aan. Op het doosje staat dus een witte. Dus ik zeg, oh, is het wel een zwarte? Ja, hier staat black. Ik zeg, nee, nu is het goed. Ik zeg, omdat er een witte op het plaatje staat. Ik denk, ja, ik heb het natuurlijk al een keertje meegemaakt. Dat ik een zwarte had besteld met de telefoon. En dat ik toen een witte kreeg. Ik denk, ja, het zou niet zo heel fijn zijn als het nu ook weer gebeurt. Nou ja, we hebben dus eventjes de cadeautjes gehaald. Dat was heel fijn. Dus dat is allemaal binnen. De switch staat op het dok. Want ik zei tegen mijn moeder, wil je proberen bowlen? En ze zei, oh ja, dat vind ik wel leuk. Ze hebben even gebold. Nieuwe lampje zit erin, die doet het alweer. Dus dat is ook top. Ik ga zo even de afwas doen. En dan, ja, straks ook met dingetjes. En mijn moeder wil even zo appen als ze op het station is. Dus, nou ja, vanavond is het weer gewoon weer tijd voor Ik weet er alles van. En de B&B vol liefde. Misschien nog even een aflevering van Tropenjaren, want ik vind het echt wel een hele grappige serie. Ik had volgens mij aflevering 1 en 2 vergeten, dus die had ik toen via internet, die kan ik dan kijken. Vanavond moet ik foto's bewerken en ik ga vanavond weer lekker kijken naar mijn Netflix serie en flikken. Ik had nog een paar boodschapjes gehaald, wat groenten en wat vlees. En mijn moeder had heel lief het bonnenboekje van de Plus meegenomen, dus ik heb het bij de Plus 5 van die dingen meegenomen. Dus ik heb nu de... Oh. Hij is heel blij, mijn horloge, want ik heb zoveel stappen gehaald. Ik heb nu de Provence. Ik vind deze altijd heel lekker. Die gaan altijd heel snel op. De Hygiëne, die is ook heel lekker. Het was dus gewoon 5 voor 5 euro. Brilliant Gel. Dat is dan all in one. Ik heb de Pacifique. En de laatste die ik heb, dat is dan de Ocean. Dus die had ik nog even meegenomen. En verder gewoon even wat vlees en groenten en zo. Ja, en de rest. Oh ja, een hagelslag had ik gehad. En de rest, ja, dat doe ik dan eventjes in een aparte shoplog. Ik ga even de afwas doen. Ga ik straks even douchen. En dan ga ik straks gewoon mijn avond houden. Dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Ik hoop dat jullie het in ieder geval leuk vonden om een beetje mee te gaan in het dagje. Ik heb het in ieder geval super gezellig gehad. Ik heb ervan genoten, dus dat is het belangrijkste. Dus ik zou bij deze dan in ieder geval zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 15 juli. Ik ben klaargemaakt. Ik heb net al een video voor jullie opgenomen. Ik heb lekker hier de boel openstaan. Ramen, deur, ventilator aan. In de hoop dat het wat gaat afkoelen. Ik heb een beetje last van mijn keel. Ik heb het idee dat ik heel erg... ja, met slapen dat mijn keel heel droog is geworden. Ik heb al wel gedronken hoor, maar het doet me niet zo heel veel. Dus ik heb er een beetje last van. Gisteravond heb ik heerlijk naar Ik weet er alles van gekeken in de B&B vol liefde. Eigenlijk na het douchen was ik gelukkig weer wat meer opgeknapt. Omdat ik me toch wel een beetje rot voelde dat zo'n leuke dag weer snel te einde was gekomen. Maar goed... ja, het was op zich wel weer allemaal vermakelijk. De B&B vol liefde ook. Ik vind het wel een beetje verwarrend, want er doen 2 Hansen mee. Dus dat is wel, kan wel een beetje verwarrend zijn. Dat je echt denkt van, oh, Hans 1, Hans 2. Ik heb daarna nog even Tropenjaren gekeken. Was ook wel weer heel leuk. Ik ben met de foto's aan de gang gegaan met het bewerken ervan. Ik heb ze nog niet helemaal afgekregen, want het werkte allemaal niet zo goed mee. Traagheid en nou ja, ging allemaal niet zo lekker. Daarna heb ik mijn Netflix serie gekeken en flikken. En ik dacht eigenlijk dat ik de laatste aflevering had, maar die heb ik zondag pas van seizoen 8. Ik heb mijn screen protector binnengekregen voor mijn e-reader. Die kan er zo meteen mooi op. Dan kan ik die in gebruik gaan nemen. Even kijken of ik de informatie van de oude e-reader op de nieuwe krijg. Ik heb nog 2 pakketjes die ik graag even met jullie wil uitpakken. En ik wil eigenlijk even kijken of ik het raam schoon kan maken. Want er zit dus nu van dat frosted spray op. En ik wil even kijken of dat eraf kan. Dat ziet er echt niet meer uit. Dus daar wil ik eigenlijk eventjes naar kijken of dat lukt.
Het zou heel makkelijk moeten gaan volgens YouTube, dus dat wordt eventjes kijken. Ik zal nu eerst eventjes met jullie die pakketjes gaan uitpakken. Dan hebben we dat ook gehad. Ga ik even stofzuigen en de boel doen en eventjes de kattenbakken scheppen. En dan kan ik even de screen protector op de e-reader doen. En dan kan ik even kijken of ik nog een stukje van dat raam als gang krijg. Of dat het echt heel lastig wordt. En daarna ga ik nog even diamond painten. Dus dat is eigenlijk de planning. Niet heel, heel druk of zo, maar een beetje rustig vandaag. Nou, het zijn weer twee pakketjes met make-up. Allereerst van de Boosie Shop. Ik heb namelijk de nieuwe trend editie van Essence besteld. Dit is de... Ik zal even uitpakken. Hij komt hier in een zakje. Hij is heel goed verpakt. Kijk, hij is heel goed ingerold. Dit is namelijk een nieuwe collectie. Deze is eigenlijk pas vanaf eind augustus te koop. Maar op internet verkopen ze al eerder. En ik vind het handig om het alvast te bestellen. Want ik merk dat ik anders gewoon te korte tijd heb om hier een video van te maken. Dit is de collectie Cute Ash Shell. En ik heb hier allereerst de highlighter. Blushlighter is het. Dit is de 01 Let's Take a Shelfie. Die ziet er zo uit. Dus je hebt inderdaad aan de binnenkant een schelpje. Dat is de blush. En eromheen is highlighter. Heel schattig ook. Hele lieve collectie. Dan hebben we een lippenbalsem. Heel schattig. Kan dat open? Ja, kijk. Zo ziet dat er dan uit. Heel cute. Alles is in de vorm van inderdaad een beetje de zee en zo. Deze heeft trouwens de naam 01 Shell gekregen. Heel schattig. En ze hebben ook een face glow booster. Dat is deze. Deze heeft de naam 01 You Shell She in Glow. Er gaat er hier nu eentje helemaal op het papier liggen. Dus ik ga hem wel weer eventjes een beetje proberen daarin terug in te pakken. Zodat ik gewoon eventjes, omdat ik het nog niet weet wanneer ik hier een video van ga maken. Dus hij gaat gewoon even terug het doosje in. Maar de Boosie Shop had de collectie dus niet helemaal compleet. Dus daarom heb ik de twee overige dingetjes eventjes bij Notino besteld. Ook wel heel goed verpakt. Daar heb ik allereerst de lipglow. Die hoort dus ook nog bij deze collectie. Met de naam 01 Ready Shell Glow. Deze was bij de Boosie Shop al uitverkocht. Dus het is wel weer een collectie die snel gaat. En de Boosie Shop had niet de nagellak. Leuk hè, dat papier. Dat zo lekker plakt. Lekker. En er hoorde ook nog een nagellakje in deze collectie. Die had de Boosie Shop niet. En die vond ik ook wel heel tof. Deze heet de naam 01 You're an Angel. Dus die vind ik ook wel heel leuk. Dus dat is even deze nieuwe collectie. Maar die ga ik gewoon even wegzetten. Want ik weet dus nog niet precies wanneer ik hier mee aan de gang gaan. Maar die wilde ik altijd met jullie delen. Vooral omdat ik een paar van jullie al via Instagram had gesproken van: heb je deze collectie al gezien? En ja, ik had hem dus al besteld. Ik ga nu eerst even stofzuigen. En dan gaan we zo eventjes de e-reader beplakken met een screen protector. Zodat die safe is. Screen protectortje besteld bij bol.com. Daar was hij vrij snel binnen. Ik heb hem gisteren besteld en vandaag dus al binnen. Goedjes. Oh, hij zit ook echt in een envelop. Daar zit een stickertje op. Altijd fijn. Hij is wel heel leuk verpakt. Maar nu moet ik wel even die sticker losbeuteren. Oh, het gaat. Het is een glas screen protector en normaal gesproken heb ik op mijn andere had ik een niet glas screen protector. Dat was toen in die tijd nog niet echt een dingetje. Dit is dus een glas screen protector. Nou, de wipes. Dan ga ik de e-reader eventjes hier opleggen.
We willen natuurlijk geen beschadigingen. Zo, even kijken hoor. Past die? Nee, verkeerde. Ik heb de verkeerde gekregen. Het past gewoon niet. Kijk, het is een hele kleine en hij zou voor deze iridier zijn, maar dat is hij dus niet. Ja. Ik ga eventjes kijken nu in de mail, want dit is niet de goede die ik heb besteld, niet de goede maat. Dus ik ga dat eventjes nakijken. Nou, we gaan even kijken of we dit raampje kunnen schoon krijgen, dat dit eraf kan. Dus ik ga hem insprayen en ga ik ze proberen af te schrapen. Dus ja, dat ga ik nu even proberen. Nou jongens, het raam is schoongeschraapt. Hier komt dan nieuw plastic op, maar eerst moest het oude eraf. Hier zit het er nog op, de spray. Maar dat is er dan ook wel makkelijk af. Maar ik kreeg een beetje een lamme arm, dus ik denk, ik heb nu twee ramen gedaan. Deze en die in de gang. Dus ik vond het voor nu wel even goed. En dan wil ik eventjes het weekend proberen die nieuwe folie erop te doen. Zodat dat ook gewoon netjes zit. Ik heb even contact gehad met de leveraar van de screen protector. Ze zeiden dat ze dus waarschijnlijk een foutje hebben gemaakt dat iemand per ongeluk een verkeerde in het zakje heeft gedaan. Ik krijg nu een nieuwe opgestuurd. Die oude moest ik maar weggooien, want hij zei ook, ja, welke maat, voor welk type staat daarop dan? Ik zei, ja, dat staat er niet op dus. Er zit alleen een plasticje overheen, dus ik kon ook niet zien voor welke e-reader die wel zou zijn. Maar daar had ik dus niks aan. Dus ik krijg nu een nieuwe. Dus ik ben heel benieuwd. Dat was wel even jammer. Ik had zo gehoopt dat ik hem dan lekker al kon gaan gebruiken. Maar ja, ik wil echt even wachten tot er een screen protector op zit. Nou, in ieder geval. Ik vond het trouwens makkelijker gaan. Dat verwijderen van dat frosting spray dan gedacht. Het gaat er echt heel makkelijk af. En dan heb ik nu dat leuke folie. Dus... wel zoiets, dat moet er wel niet te lang duren voordat het erop zit. Want ik vind dit wel heel koud. Ik voel me hier niet heel prettig bij dat iedereen zo je huis in kijkt. Ik vind het juist fijn als je er een laag over hebt zitten dat niemand zo naar binnen kan kijken. Maar goed, dat ga ik gewoon het weekend eventjes doen. Nou, nog even lekker zitten. Diamond painter. Het begint nu echt veel meer vorm te krijgen. Het is echt leuk dat je ziet dat kleine stukjes opgevuld worden. Dus dat is ook fijn. Ik ga zometeen even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. Vanavond heb je gewoon weer, ik weet er alles van, en de B&B vol liefde, dus dat is wel leuk. Misschien dat ik nog wel een tropenjaren ga kijken, ik zit er nu lekker in. Dus ja, ik vind het wel heel leuk, zegt zo'n even zo'n stukje waar je niet zo bij na hoeft te denken. Dus ja, dat. Ik moet sowieso de foto's nog even afmaken, mijn video in elkaar zetten. Die alvast klaar zitten voor morgen, mijn blogpost dan even schrijven. En ik ga lekker mijn Netflix serie kijken, even vanavond glad ijs, dus dat wordt het ook. Maar ja, ik ben op zich wel blij wat ik allemaal heb kunnen doen. Dus dat is op zich wel lekker. Ik ga nu even lekker relaxen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Goedemiddag op deze zaterdag, het is 16 juli. Ik ben klaargemaakt. Ik heb net even de vuilniszak weggebracht. En ik heb ook eventjes de post opgehaald, want de nieuwe screen protector is binnengekomen. En deze past wel. Dus die ga ik zometeen gelijk op de e-reader doen, zodat ik hem vanavond ook kan vullen en kan gaan gebruiken natuurlijk. Ik ga vandaag even wat meer klusjes doen. Die ga ik ook filmen en die zal ik maandag en dinsdag laten zien. Ik weet dat dat niet heel erg dagelijks is dan. Alleen het wordt maandag en dinsdag super heet. En
Het is voor mij dan bijna niet te doen om te vloggen, omdat ik de boel dicht moet houden. Dus dan is er heel weinig licht. Nu is het nog wat koeler. Dus vandaag kan ik dat wel doen. Dus dan spreid ik die dingen, laat ik jullie dan op maandag en dinsdag even zien. Omdat het gewoon eventjes beter is in verband met, het weer, zeg maar. Dus dat is wel even de planning. Ik heb gisteravond weer naar Ik Weet Er Alles Van gekeken en de BNB Vol Liefde. Nou, dat was zo gezeik om een paar augurken, echt. Het is ergens ook gewoon heel irritant. Ik irriteer me echt heel erg aan deze vrouw. Maar ja, goed, ik ben heel benieuwd hoe lang ze blijft. Verder heb ik nog een stukje van Amsterdam gezien, want die was op tv, die film. Maar ik zou wel kunnen terugkijken via Videoland. Ik heb mijn blogpost geschreven. Ik heb een video in elkaar gezet en geüpload. Toen ben ik lekker mijn Netflix-serie gaan kijken. En daarna weer glad ijs. Dus dat was het verder ook wel. Dus eigenlijk wel prima. Ik ben zo'n leuk boek aan het lezen, jongens. Er komen zoveel herkenbare dingen in voor van dat ik dat weet. En ja, ik zal daar uitgebreid bij stil blijven staan in de gelezen boekenvideo. Maar ik geniet heel erg van dit boek. Hij is wel bijna uit. Maar ja, nu moet ik dus steeds scrollen naar de pagina waar ik was gebleven. En als het goed is, is dat straks niet meer aan de orde. Ik ga even stofzuigen en de kattenbakken scheppen en dan ga ik aan de gang met de klusjes. Dus ik ga jullie meenemen. Maar zoals ik al zei, ik zal dus ook alvast wat beelden schieten voor maandag en dinsdag. Dus ja, ik ga even wat doen. Ik ben lekker klaar. Ik was net even met de e-reader bezig, maar het schijnt dat ik al een account had van Kobo. Dus die moet ik eerst weer even opzoeken, want ik ben het wachtwoord die kwijt. Die moet ik maar even op de computer opvragen. Ik heb hem in ieder geval verbonden met de wifi. Dan kan ik vanavond de boeken van de oude e-reader overzetten op de nieuwe als het goed is. Dus daar moet ik even mee gaan prutsen, maar dat komt vast wel goed. Verder ook wel, ja, was wel heel lekker om zo even bezig te zijn. Dus best wel veel gedaan in korte tijd. Dus best wel lekker. Ik ga zometeen even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. Ik moet zo eerst even wat drinken, want ik heb nog niks gedronken. Vanavond ga ik het jachtseizoen kijken. Ook wel weer zin in. Ik ga even wat terugkijken. Ik twijfel nog een beetje wat ik wil gaan kijken. Obese of misschien Hudson en Rex. Ik moet even gaan kijken wat ik wil gaan zien. Verder ga ik de vlog voor het grootste gedeelte in elkaar zetten. Ik ga mijn Netflix serie kijken en vanavond heb ik weer Roze Geur wat kalijmers. Dat wordt verder ook de avond. Maar in ieder geval wel lekker productief geweest, dus daar ben ik wel blij om. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus vanavond wil ik eventjes mijn nagels eventjes met de vierstapsvel doen. Want ze zien er echt heel slecht uit voor mijn gevoel, dus dat wil ik wel eventjes doen. Dus dat ga ik dan eventjes doen. Dus ik ga nu verder niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 17 juli. Ik ben even lekker op de bank aan het zitten. Ik heb even de e-reader op de oplader gelegd. Die heb ik gisteravond gevuld. Super fijn. Ik heb hem ook al gebruikt. Echt een hele fijne e-reader. Omdat hij ook met blauw licht functie heeft. Met blauw licht, zeg maar, dat veranderd wordt of zo. Maar die zat natuurlijk niet heel erg vol, dus die kan mooi even opladen. Ik moet wel zelf even alle boeken die ik al gelezen heb zelf op voltooi drukken, dus dat is wel een hele klus. Dus daar ben ik ook wel even mee bezig. Want ik alles heb overgezet van mijn oude op de nieuwe, hè, en dan doet hij niet, zeg maar, de boeken die ik al voltooid had zelf voltooi. Dus dat moet ik wel even doen, zodat ik wel weet wat ik gelezen heb. Net is ook een bekend geworden dat de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse niet doorgaat. Dinsdag is er afgegaan vanwege de hitte. Snap ik ook wel. Mijn vader gaat hem weer lopen dit jaar, dus die hoeft nu maar 3 dagen. Net als alle andere mensen. Maar op zich een logische beslissing.
Gisteravond heb ik het jachtseizoen gekeken. Was wel weer heel leuk met Helen Hendricks en Anouk Hoogendijk. Dat was heel grappig, want de tante van Anouk Hoogendijk is dus mevrouw Stemband. Van de meneer Cactus Show van vroeger. Maar ze hebben het gehaald, dus dat was wel heel goed. Ik vond wel dat ze het gevaarlijk speelden, want ze zijn een paar keer echt blijven wachten tot hun heel dichtbij waren. En toen gingen ze er vandoor. Dus dat was wel... tricky, maar ja, ze hebben het wel gered. Daarna heb ik Hudson en Rex gekeken. Was een hele spannende aflevering. Ik zat echt helemaal in spanning, want ik vond hem echt heel spannend. Ik heb de vlog voor het grootste gedeelte klaar. Nou ja, die boeken dus op de e-reader gezet. Ik heb nog een paar nieuwe binnengehaald. Toen ben ik lekker mijn Netflix-serie gaan kijken. Dat een hele spannende wending kreeg. Echt, ik had het niet zien aankomen. En daarna had ik Roosgeur en Wodka Lijm. Dus dat was het ook wel. Ga zo even groenten afhalen. Ik moet even de kaart schrijven voor lente. Want die moet woensdag op de post. Ik ga ervan uit dat mijn coach woensdag komt. In plaats van dinsdag met die warmte zal ze niet dinsdag komen. Dus die moet dan op de bus. Want lente is vrijdagjarig. Ik zal die kaart nog wel even laten zien. Die zal ik even filmen. En dan zal ik hem eventjes de beelden bij de volgende weekvlog erin plakken. Nathalie, moet ik sowieso nog even zeggen dat ze deze vlog niet moet kijken voor zaterdag. Want anders ziet ze natuurlijk al de cadeaus. Dus ja, ik ga even de kattenbakken scheppen, groenten doen. Misschien nog even painten. En even de foto's maken. Dus ik zal dat straks eventjes laten zien. Dus ik ga nu eventjes wat doen. Dus ja, dat is het eventjes voor nu. Nou, fotospullen zijn ook weer gepakt. Ik ga de gel sokken fotograferen, want ik ben hier toch wel heel erg benieuwd naar. En die kun je dan dus ook weer lekker met een masker gebruiken. Ik heb hier een False Lashes Effect Mascara van Max Factor die ik wil proberen. De Hello Good Stuff Herbal Face Mist. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. En ik heb hier een aantal nagellakjes van Max & More. Allereerst deze. Dit is de kleur 457 Up All Night. Deze mooie blauwe. In de kleur 466 Denim Goods. Deze. Dit is de 439 Matthew Blush. Dan hebben we deze mooie gouden. Dit is de 400 Good As Gold. En een hele toffe roze. En dit is de 448 Kiss & Tell. Dus hier ga ik mooi eventjes fotootjes van maken. Dan is dat ook weer mooi klaar. Oh ja, en ik ga straks even de eelt sokken aandoen. Want ik heb echt heel erg veel last van mijn eelt. Dus ja, niet al te fijn met dit weer. Maar ik heb er gewoon echt heel veel pijn aan. Dus die moeten gewoon eventjes aan. Zo, groente afgehaald. Gehaktballen gedraaid. Eventjes de kaart geschreven. Ik heb nog eventjes... gepaint, dus ja, wel lekker toen foto's gemaakt. Ik zit inmiddels met mijn voeten echt letterlijk in zakken. Kijk, zo zit ik er nu bij, want ja, ik heb de eeltsokken aan. En ja, het was gewoon echt nodig, want mijn voeten die deden gewoon op een gegeven moment, elke keer als ik mijn voet nu aanraakte, deed het zo pijn vanwege de eelt. Dus het was ook wel even nodig, maar het zit natuurlijk wel warm. Maar goed, straks mijn douchekanten lekker af en nu lekker intrekken. Dus ja, het was ook gewoon echt even nodig. Ik had een beetje te lang gewacht. Ik ga zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker eten, douchen en eten. Vanavond wat dingen terugkijken. Ik wil even OB's terugkijken en bevallen met Bobby. Ik ga mijn nagels doen. En verder eigenlijk niet heel veel spannends of zo. Ik ga mijn serie lekker kijken. Ik moet even mijn foto's bewerken. En vanavond heb ik dan wel de laatste aflevering van seizoen 8 van Flikken. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe dat ook weer verder ging. Ik ga je dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen dan even lekker relaxen. Dus ja. Maar het was op zich wel een lekker zondagje zo. Ik heb zelfs even de hele hoorder afgezogen. Er kwam best wel veel stof uit. Dus dat was ook mooi weer klaar. En nu wachten tot het straks wat afkomt zodat de boel lekker open kan. En dan morgen ja, een hele warme dag. Dus... Maar dat gaan we morgen wel weer zien. Ja, en ik ga jullie ook gewoon morgen weer zien. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 18 juli. Het is buiten 28 graden. Hij heeft niet de 31 gehaald tot nu toe, gelukkig. Morgen wordt het wel echt verschrikkelijk, want hij staat morgen op 38 graden hier. Dus dat wordt wel eventjes afzien. Ik heb inmiddels ventilator 2 ook neergezet hier, want
Ja. Voor de katten vind ik dat ook heel belangrijk. Voor mezelf ook. Maar weet je, als mens zijn, dan kun je nog een keer de pols onder water doen of wat dan ook. En ja, de katten die willen natuurlijk niet in water. Tenminste, die van mij niet. Misschien zijn er mensen die katten hebben die het wel fijn vinden, maar die van mij absoluut niet. Ik heb gisteravond Albiers gekeken. Was wel uiteindelijk wel een mooie uitzending. Eerst ging die man ook een beetje zijn eigen weg. Door intermittent fasting te doen en op rare tijden te gaan sporten. Maar uiteindelijk heeft hij dat wel weer bijgetrokken door daarmee te stoppen. En toen was hij eigenlijk best wel wat kilo's kwijt. Het was nog niet alles wat hij kwijt wilde. Maar goed, dat, ja, dat kwam waarschijnlijk kon dat later nog, zeg maar. Daarna heb ik gekeken naar Vallen met Bobby. Dat was ook wel weer interessant. Ik heb mijn nagels gedaan. Ze zijn goud. En ik heb dus dit lakje gebruikt van Max & More. Deze. In de kleur. Ja, dat ga ik nu natuurlijk niet kunnen lezen. Ik zal de kleur even in beeld neerzetten. Want dat kan ik nu echt niet lezen. Maar die is er in ieder geval opgegaan. Ik heb mijn foto's bewerkt. Ik heb mijn Netflix-serie gekeken. Inderdaad, de laatste aflevering van seizoen 8 van Flikken. Was ook wel mooi. Vandaar begin ik bij seizoen 9. Ik ga hier zo aan de gang. Ik ga de kattenbakken doen. Die stinken. Ik moet de was doen. Ik moet de gang doen. De douche. Dus ik ga zo gewoon even flink aan de gang. Kijk ze nou liefje liggen door die ventilator. Tijger. Mickey. Muisje zit hier. Ja. Dus ja. Ik heb voor jullie zaterdag al het een en het ander gefilmd. Jullie gaan zometeen kijken naar de beelden waarin ik plastic op mijn raam heb geplakt. Dus dan zien jullie ook straks gelijk het eindresultaat. Dus dat zit erop. Maar dat heb ik dus voor jullie speciaal expres al gefilmd. Omdat er vandaag niet zoveel te filmen valt in verband met ja, dat het heel donker is in huis. Dus ik ga nu eventjes lekker aan de gang. En dan ja, gaan jullie even kijken naar de beelden waarin ik mijn raam heb geplakt met plastic. Folie zit er voorop, zoals jullie kunnen zien. Ik vind hem heel leuk, zo met dat ruitjespatroon. Dus ik ben er wel heel blij mee. Hij zit er hierop en ik heb hem in de gang er ook op gedaan. Hier zit hij ook weer. Dus nou, dan hebben we weer gewoon. Oké. Folie. Dus ja, dat is weer top. Nou, ik heb alles kunnen doen wat ik wilde. Ik moest wel eventjes naar buiten, want ik moest de bak met, ik hoor de wasmachine draaien, ik dacht die al klaar was. Maar ik moest de bak met kattengrit wegbrengen. Dus die heb ik mooi eventjes gedumpt. Helaas geen folders gekregen, dus dat is een beetje jammer. Alles is verder klaar. Ik had het wel super warm. Het zweet droop echt van mijn voorhoofd. Ik zal eens even kijken of het nog warmer is geworden. Ja, het is nu inderdaad wel de 31 graden die voorspeld was.
Ja, weet je, het wordt ook een beetje lastig met luchten, want het is hier binnen 25,5. Dus het heeft ook niet heel veel zin om vanavond ramen open te gooien. Ik voel mezelf er ook niet heel prettig bij. Weet je, ik wil tot een uurtje van 11:30 wil ik het raam best open hebben. Maar daarna wil ik hem ook gewoon dicht doen, want dan voel ik me er niet heel prettig bij. Misschien komt het omdat ik alleen ben. Misschien is het ook een verschil van persoon. Ja, misschien vind jij het helemaal niet erg om lang je ramen open te hebben. Maar het voelt voor mij op een gegeven moment toch niet heel fijn meer om echt hele lange tijd het raam open te hebben. Dus dan vind ik het toch wel prettig om alles dicht te gooien. Maar goed, moet ik maar even kijken. Weet je, morgen is het nog even doorbikkelen. Dan is het natuurlijk echt een extreem warme dag. Daarna wordt het wel weer iets koeler. Dus dat is op zich wel fijn. Alles is klaar. Ik heb zelfs nog een wasje weggevouwen. Katten hebben het lekker gegeten. Die hebben er ook echt wel moeite mee, merk ik. Maar het heeft ook geen zin. In het verleden heb ik een keer een koude handdoekvors op de grond gelegd. Die had nat gemaakt. Maar daar hebben ze toen een keertje op geplast. Het heeft geen zin om dat te doen. Dus ik hoop dat ze ook met de ventilator extra een beetje afkoelen. Ik ga nu even lekker relaxen. Dan ga ik nog even wat drinken. Ik heb al wel een hele fles drinken op. Dan ga ik eventjes straks lekker douchen en koken. Vanavond weer naar Ik Weet Er Alles Van kijken. Vind ik altijd super leuk. Ik ga nog even contact opnemen met Philips. Want ik heb dus nog altijd niet accessoires voor mijn melkopschuimer binnen. En het duurt me nu echt veel te lang. En anders wil ik gewoon mijn geld terug. Dan ga ik hem ergens anders bestellen. Want 2-3 werkdagen stonden ervoor. Nou, ik ben een week verder. Dus ik vind het niet oké. Ik ga de B&B Vol Liefde kijken. En eventjes tenminste houdbaar tot. De wasmachine is klaar. Die kan zo mooi de droger in die was. Verder ga ik eventjes mijn blogpost schrijven. Ik ga eventjes een extra video van morgen in elkaar zetten. Die was al een tijdje geleden aangevraagd. Ik ga mijn Netflix serie kijken en daarna weer lekker verder met flikken. En ik heb nu het eerste boek op mijn e-reader eruit. En het leest echt heerlijk. Echt, ik ben er heel erg blij mee. Maar goed, ik ga jullie morgen weer zien. Want ik ga proberen een beetje af te koelen wat niet heel erg zou lukken. Maar goed, daar ga ik in ieder geval even een poging tot doen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 19 juli. Ik ben klaargemaakt. Het is 37 graden buiten. Ik blijf binnen. Ik moet zo wel gaan poetsen. Want vandaag is het dus geen boodschappen. Morgen zijn de boodschappen. En dat snap ik ook. Want het is veel te heet om nu op pad te gaan. Ik moet naar IKEA. Dus ja, is niet helemaal lekker om dat met deze temperaturen te doen. Ik vind het ook niet erg. Ik hoorde van mijn moeder ook al dat winkels eerder zouden sluiten als ze op het nieuws gehoord. Nou, ik denk een hele goede keuze, want ik denk dat je weinig verkoopomzet hebt nu met deze temperaturen. Dus ook volgens mij wel aangeraden om zo veel mogelijk binnen te blijven. Ik heb hier 2 ventilatoren aanstaan. Ik zit hier met muis. Het is ook niet zo slim misschien om nu te gaan poetsen, maar ik red het morgen niet. En ik ga het gewoon rustig aan doen. Ik ga het met koud water doen, dus dan komt het wel goed. Ik heb gisteravond weer Ik Weet Er Alles Van gekeken. Was wel leuk. De onderwerpen vond ik ook wel leuk, zeg maar. Eentje. Oh, mijn horloge is bijna leeg. Hij is fijn. Er was al 1 dame. Die is er ook gelijk al uitgegaan. Die wist alles van Disney. Ik dacht echt op een gegeven moment, wat ben jij een Hebbert? Ze ging alle mensen aanwijzen. Ik dacht, oh, als jij nu de foto gaat, dan ben je alles kwijt. Maar ze ging ook naar huis, want haar wens was om naar Disneyland te gaan. In ieder geval niet in Parijs, maar in een ander deel. Dus zij was blij. Daarna de B&B Vol Liefde. Ik moet zeggen dat ik er nog niet echt lekker in zit. Ik vind het wel heel leuk om naar te kijken. Maar ik zat vorig jaar zat ik er direct heel goed in. En dat heb ik nu nog niet. Komt misschien ook door de kandidaten. Er werd gisteren ook weer een dame voorgesteld. Die vond ik dan toch ook weer niet zo leuk doen tegen deze man. Dus ja, ik denk dat het daar ook een beetje aan ligt. Ik heb tenminste de houdbaar tot gekeken. Was ook wel weer een interessante aflevering. Altijd wel leuk. Ik heb de extra video geëdit en ingepland. Die staat online. Ik heb mijn blogpost geschreven. En ik heb nog contact opgenomen met Philips. Ik heb vorige week een nieuwe deksel met garde besteld voor mijn melkopschuimer. Het zou 3-4 dagen duren. Hij is er nog steeds niet. En ik was er ook wel een beetje klaar mee. Dus ik had op een gegeven moment zoiets van, joh, annuleer de boel maar. Ik heb liever mijn geld terug. Dan ga ik hem ergens anders bestellen. Ja, dat kon allemaal niet. En ik zeg, ja, dat is leuk. Ik zeg, maar wat kunnen jullie me wel bieden dan? Ik kan het alleen doorzetten naar een andere afdeling. Ik zeg, ja, maar wanneer? Ik wil gewoon mijn bestelling hebben. En ja, maar ik kan niet zien waarom die nog niet verzonden is. En ze konden allemaal niks.
Dus ik wacht het nog tot donderdag af. En als ze dan nog niks hebben laten weten, ga ik eventjes bellen. Want ik doe het nu via de chat. En dan moeten ze dan maar wat gaan regelen. Want ik vind dit niet oké. Ik mis mijn cappuccino. Ik wil mijn cappuccino. Maar dit is gewoon niet fijn als het zo lang duurt. Ik heb lekker mijn Netflix-serie gekeken. Hele bizarre ontknoping. Vanavond ga ik met seizoen 2 beginnen en daarna flikken. Seizoen 9, dus dat was ook alweer spannend. Ik ga nu aan de poets. Ik heb voor jullie zaterdag mijn kwasten nog uitgewassen, mijn make-up kwasten. Dat ga ik jullie laten zien, want zoals ik al had verteld, ik kan weinig vloggen met het donker dat het hier nu is. En ja, het is zo warm. Dus daar gaan jullie naar kijken en dan ga ik ondertussen poetsen. Alles gered hoor. Ik was eigenlijk vrij snel nog klaar. Ik heb het wel rustig aangedaan. Ik ging er best wel snel doorheen. Ik had het daarna natuurlijk wel echt onwijs warm. Dus ik heb lekker mijn beker gevuld die ik van mijn moeder heb gekregen. Hier heb ik nu spaarrood in zitten. Dat blijft dus lekker koud. Ik vind spaarrood lekkerder dan water zonder bubbels. Dus dat heb ik er lekker in zitten. Dus die ga ik de rest van de dag lekker gebruiken. Ik heb nog wel even gebullet journal. Dat was ook wel lekker. Maar ja, het is gewoon inderdaad wel echt top warm. Het nare is, weet je, ik krijg straks de zon hier vol gas aan de voorkant. Dus rond een uurtje of 7:45. Meestal kan ik in de reclame, zoals nu in de reclame van ik weet er alles van, kan ik de boel open doen. Want dan is de zon, ja, die begint dan een beetje weg te zakken. Maar ja, die paar uur is het nog even doorbijten. Maar goed. Ik ga vanavond gewoon weer lekker, ik weet er alles van, kijken en de BNB vol liefde. Ik denk nog even aan Tropenjaren. Ik ga kijken naar mijn Netflix-serie seizoen 2 en sowieso flikken. Ik moet gewoon eventjes mijn foto's van mijn blogpost bewerken en eventjes de vlog wil ik afmaken. Maar je moet ook niet te lang met dit weer achter je laptop zitten hoor, want dan wordt hij ook wel heel warm. Maar ik heb hem altijd op een verhogingtje staan, zodat hij niet warm op mijn schoot staat. Ja, straks even lekker douchen, eten. Ja, eten koken is natuurlijk ook niet echt leuk met dit weer. Maar ja, goed, dat moet gewoon gebeuren. En dan vanavond een beetje relaxavond. En dan verlangen naar morgen dat het wat koeler wordt. Ik ga bij deze in ieder geval ook de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje bij mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje. En als je die aanklikt, krijg je een mail zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Vond je deze video leuk? Doe even het duimpje omhoog. Ja, voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!